Des copains flamands, hein, ils pèsent. Wollenholt. À la rivière, yes. Parce qu'ils aiment bien le flamand. Pas toi, hein. Moi, je ne sais pas le flamand. Mais moi, c'est ma langue maternelle, ma première. Ah oui. Avant, le français, c'était à la maison, c'était flamand. Et je suis allé à l'école à 5 ans en France pour apprendre le français. Et j'ai gardé donc ma langue maternelle comme ça, comme je ne l'ai pas appris, mais parler, oui. Et lire, oui, mais écrire, je fais des fautes. Je n'ai pas appris la grammaire. Bon, ben c'est tout, hein, ceci. Alors, dans ma voiture, il n'y a que du flamand. C'est Radio Ian Brussels. Le studio, là yeah? Bien, ça, c'est Brussels. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Ça va, c'est possible. Un nouveau pasteur par Tout, mais c'est sûr, il y a que notre retraite, aussi. Dat is kostelijk. Ja, maar we zijn 70 en dan is het op retraite. Ja. Dus ik heb nog tijd. We zijn nu al 80. Ja, het is zo'n jaar dat ik op retraite ben. Dus dat is ook een... Ja, ja. We zijn al zo'n bezig. Ah ja, ik was zo'n bezig. Met andere dingen, met mensen, met retraite. Ja, hetgene dat ik nogal wel doe, zijn de zieken. Zieken bezoeken? Ja. Mensen bezoeken? Of? Ja, ja, mensen bezoeken met een beetje meedoen aan l'aumônerie de malade. Ah ja. Ja, pas de rust in warm. Ja. Doorwerken. Met kastri. Ja. Ik was met mijn hatten de betere van de warm. Is het waar, ja? Was dat goed, parochie? Ja. En warm? Ja, warm. Het was mijn eerste met de parochie, pardon. Ja. Of mijn eerste. Ben je eerst kaplaan geweest? Nog. Ja. Zes jaar kaplaan geweest naar Roosendaal. Roosendaal? Ja. Bij Dunkerque, hè? Ja. Stad Trigui. Zijn nog meisjes die vlamstappen daar niet? Door de meisjes, ja. Door de meisjes. Als het 60 jaar oud worden, ja. het jaar 60 en ik deed voor zijn Vlaams. Ja. Ja. Ik wist dat ze van Dunkerque worden. Ja. Maar anders zijn ze dat vele vernieuwden, hè, Dunkerque. Ja, het groeit dan, hè. Dat de agglomeratie, ja. Veel komt dat is nu de grote stad van Dunkerque, hè. Ja. Met Dunkerque, ook Dunkerque, met Roosendaal, met ja. Leffernoeken, ja. Met Roosin en Kleinsin, het is al ja. Mardik. Ja. Mardik, ja. Ja, het is al te horen. Saint-Paul-sur-Mer, we doen niet mee. Ik heb deze niet, hoor. Dat is boven door te zien. Ondertussen zien, ja. Boven door te zien. Dat groeit dan, hè? Ja. Dat zijn daar Ouvenierzee. Allee, Jardinier, dat is Roosendaal. Ja. Roosendaal, Tender Roosendaal, de Leffernoeken. Ja. Douveniers zijn daar. De meeste deel van Douveniers zijn daar. Ja. En lekker dat Kaplan was, hè? Dat was bij Dunkerque. Ja. Bij de stad Dunkerque. So, dus het waren daar geen Douveniers. Douveniers waren Saint-Zéphirin. Ja. La tante Vertelijke van ze zijn. Ja. Ja, dat. Heel Hoeland, een beetje zandacht. Ja. Ah ja. Voor Gronsus. Voor Gronsus, de Marseille. Het is Marseille. En doe nog de mensen hier in je kapelle beneden? Ja. Iedereen, ja. Komt er mensen hier? Eén keer twee weken beneden in de kapelle. Ja. En anders hier. Hier? Ja. En komt er mensen nog? Hier niet, maar beneden. Ja. Ja? Alle ons dagen. Ja. Een stuk of tien die komen. Mo? Ja. Als ze het weten. Hè. Ja? Als ze een stok gaan messen naar Warmoed. Ah ja. Maar in de kerk, het is te groot of het is te koud om te verwarmen. Dat dat vele nu hier in Frankrijk, he, dat de mensen tussendoor?
Hier is het speciaal, hè? Ja, maar ik heb nog, hè, door een ding, een krocht ook, bij ah, madame... Ah, dat is dus hier niet, hè? Dat is een parochius. Hier, dat is een nunnenklooster. Ah, dat was een klooster. Ja, met de nun, met de scholen die daar is. Ah, ja. Op Sits. Maar bestaat dat nog? De scholen, ja, maar de nunnen... De scholen. Was dat hier niet? De scholen? Dat school is dat. Ah. Maar dat was niet hier. Ah, dat was een klooster vroeger hier. Ja. Dan hier nog maar nu Vlaamse... Ik heb geen Vlaamse les. Ja. Ik heb het niet al doen, hè. En toch... Ik zou het eigenlijk niet kennen. Ja. Dat ik het niet geleerd. Maar klap het toch goed, hè? Zie je dat ik het klap. Maar schrijf maar, hè. Ja, ik heb het niet geleerd, en ik heb het zo heel veel fouten zijn. Ja. Heb je dan nooit, waar je naar school geweest toen? Godsvader. Ja, in Godsvader, dat is juist, van Godsvader. Ja, dat is dat Frans, hè. Ja, in Godsvader. Dus was het Vlaams. Ja. Maar? Ja. Maar het scholen, dat was Frans. Ja. En toen bij... La Belle. La Belle, het college in Belle. Ja. En ik... La Belle, ik zit er wel aan het seminarie. Ah ja, naar waar toen? Ozenbroek. Ja, was dat heel mooi. Ik ben in Bergen niet geweest, nee. Ik doe het seminarie. In Bergen heb ik ook geweest. Ja, ik ben in Bergen twee jaar geweest, filosofie. Ja, het al 4 jaar aan wisselen. Ja. 4 jaar dus. Ja. Ik zie dat met mijn velo. Mijn zak op mijn velo. En was een weken weg of wat? Zes weken. En die heette het net, was 6 weken. Je ging mijn velo naar Rissel? Ja. Met mijn hoeden. Met je bazatje? Ja. Lekker, nee. Maar we waren daar 6 weken. Hè. Ja. Dat was dan 1 oktober en toen... Met 11 november, en toen kerstdag, en toen achter naar Boschen. Dat was het ding, vasten, en zondag, en toen Boschen. En toen ja, de toen ook een beetje vakantie, een ding, een pankot, Sinsen. En tot de vakantie. Dat is een foto van... Qui vive jamais, répétant sans cesse, sans cesse. Qui vive jamais, ce sont nos souhaits. Viva. Dat is een Vlaamse viva, dat is het Latijn.